Welkom in mijn tuin. Ja, de werkzaamheden die gaan onvermoeid verder. Het is supermooi weer, dus we gaan aan de slag met deel 2 van de tuinafsluiting. We zijn inmiddels begonnen aan deel 2 van de tuinafsluiting. We hebben nog een serieus stuk te gaan, ik denk 30 meter. Maar goed, het is voor de goede zaak, want, en dat is heel belangrijk om te weten, ik heb bewust gekozen voor die afsluiting, zo'n houten afsluiting, omdat dat ons de nodige privacy geeft. We zitten hier in de stad, we hebben hier een stadstuin, een echte stadstuin, die vrij smal is. En natuurlijk, huizen die dicht op elkaar staan, ja, daar zit je ook wel dicht op elkaar gepakt. En ik wilde een beetje voorkomen dat we veel inkijk hadden of zo. Die privacy is voor mij echt heel belangrijk. Dus daarom die houten afsluiting. En ik ga vandaag laten zien hoe we ze precies in de grond zetten. Ja, we zijn eerst begonnen natuurlijk met het uitpassen van de tuinafsluiting. Niet onbelangrijk. En waarom zeg ik dat? Omdat je straks een gelijke afsluiting wil. Een afsluiting op gelijke hoogte en niet zoiets. Dus heel erg belangrijk. En we hebben daarvoor de vloerpas van het terras genomen. Dus de plek waar straks het terras is, van die afstand, die plek, zal de tuinafsluiting 1,80 meter hoog zijn. En dat is in veel plekken in Vlaanderen de toegestane afmeting. Ga dat wel na bij de stad of de gemeente waar je woont, want heel veel plekken die hanteren ook andere regels. En ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er ook andere regels gelden in Nederland. Hè. Dus zeker eens nagaan, want het voorkomt straks een heleboel problemen. Ja, en na het uitpassen van de afsluiting ben ik ondertussen begonnen met het graven van putten. Want hierin komt natuurlijk de paal waaraan de afsluiting komt vast te hangen. Hierin komt de paal en we moeten die kunnen verankeren met beton in ons geval. Daarvoor heb ik hem 70 centimeter diep uitgegraven en 40 op 40 rondom rond overgehouden. Omdat het dan makkelijk werken is met de paal in eerste instantie. Maar dus ook om straks die beton te kunnen toevoegen. Dat zorgt er echt voor dat de paal volledig verankerd wordt in de grond. En ja, als je op een plek zit waar het vaak waait, is dat niet onbelangrijk. Want dan blijft de afsluiting netjes staan. En dat wil ik ook echt. Ik wil de komende jaren daar geen problemen mee krijgen. Dus in ons geval, in een tuin waar het toch af en toe flink kan waaien, kies ik voor die betonpaal erin. En dan zijn we vertrokken. Hè. De volgende stap is het plaatsen van die betonplaten. Wij hebben ervoor gekozen om die betonplaten te integreren. Ten eerste omdat dat ervoor zorgt dat de tuinafsluiting, het tuinscherm, er straks nooit meteen in contact komt met de ondergrond en dus geen water kan opnemen. De tuinafsluiting zou er in principe tegen kunnen, maar het biedt een soort van extra bescherming. En in ons geval zorgt het er ook voor dat we echt afgesloten zitten. Is het een soort van burenkwestie met dieren die kunnen ontsnappen en zo. Dus dit zorgt er een beetje voor dat we dat allemaal kunnen voorkomen en dat we dus voor die extra stevigheid kunnen zorgen waarnaar we op zoek zijn. Dus, maar als je dat niet wil, dan kan het in principe ook zonder. Ja, dat vind ik echt het allerleukste klusje, hè, want dat betekent dat we de tuinafsluiting bijna kunnen op zijn geheel zien. Hè. Het krijgt echt een gezicht en ik vind het echt super. Wat ik hierover nog wilde vertellen is dat dit een horizon tuinafsluiting is van Koolstrop en dat ze minimaal 25 jaar garantie bieden. Iets wat ik niet onbelangrijk vind, want ik vind het sowieso heel erg leuk om een langere tijd van die producten te kunnen genieten. Hè. Het is ook een investering die je maakt. Dus ik vind dan heel fijn dat ze echt wel een goed product aanbieden. Want ja, je moet wel rekening houden met het feit dat een afsluiting in weer en wind staat, winter, zomer, alle seizoenen moet kunnen doorstaan. En als ze beschermd worden tegen houtrot en schimmels, is dat natuurlijk alleen maar positief. En als je bedenkt dat ze de komende 25 jaar hier moeten staan, minimaal, dan moeten we er dus wel voor zorgen dat ze goed in de grond zitten. Wie
het zich trouwens nog kan herinneren, die weten nog dat er aan beide kanten van de tuin tot op een bepaalde plaats een haag stond. En daar wil ik het toch even over hebben, want ja, we hebben dus, zoals je kunt zien, beslist om die haag te rooien. En ik moet zeggen, ik heb daar echt wel heel lang over nagedacht. Ik heb er zelf vanaf gezien, want ja, de tuinier in mij, de gepassioneerde tuinier, die weet dat een haag mooi groen is, een mooie toevoeging is aan de omgeving en belangrijker nog misschien, heel erg goed is voor de vogels, voor de beestjes in de tuin. Dus ik zat voortdurend met twijfels. Zou ik dat wel doen? Is het wel een goed idee om die haag weg te nemen? Maar dan gaat de rationele tuinier in mij naar boven komen. De tuinier die ook agrarische land- en tuinbouw en tuinarchitectuur heeft gestudeerd en uiteindelijk weet dat het belangrijk is om bij de start van een nieuwe tuin, van een tuinaanleg, de juiste beslissingen te maken. En al gauw ben ik er echt aan uit geweest dat, ja, dat die haag eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, een blok aan het been zou zijn geweest. Want de haag was echt heel kaal aan het worden, was ziek op bepaalde plaatsen. Dus ik zou hoe dan ook de haag moeten vervangen. En omdat wij hier in die smalle tuinen zitten, ik heb het al gezegd, ik vind die privacy heel erg belangrijk in ons geval, omdat we dan toch echt wel het gevoel hebben dat we in ons eigen kokonnetje zitten. Zo. En vooral in de stad hier, zo, waar alles dan dicht bebouwd is, vind ik dat een heel groot voordeel. Wat niet wegneemt natuurlijk, dat ik op deze plaats doorheen de hele tuin groen zal gebruiken. Ik zal echt klimplanten planten, ik ga kleine haagjes een kans geven, ik ga struiken planten. Heel veel beplanting zal dat ook een beetje zachter maken. De scherpe randjes er een beetje af, zeg maar. Zo, deze aflevering zit er helaas alweer op, maar niet getreurd, want volgende week maandag ben ik helemaal terug met meer tuintips. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat ik mij niet zal vervelen, want er is hier nog wel het een en het ander te doen. Hè. Wil je ondertussen meer informatie over de Koolstrop tuinafsluiting, dan kan je terecht op koolstrop.com of check zeker eens de blog via angelodornie.be, want ik heb er iets over geschreven. Een heel fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.